een van onze geliefde plekjes. En als ik ons zeg, dan is het mijn vrouw en ondergetekende. Dit is het binnenste buitenpad. De verbinding tussen Mingeloos, oftewel Hoog Blokland, en Hoornaar, achter mij. En waarom is dit is voor mij een uniek plekje? Omdat wij hier gewoon wekelijks de hond uitlaten. Dat is één. En dat vindt onze hond heel erg leuk. Maar het tweede is de ruimte, het weidse wat we hebben. Uitkijk over de polders. En dat vinden we wel heel erg mooi. Dus we genieten hier iedere keer als we hier lopen. Wij komen oorspronkelijk uit Den Hoorn, bij Delft. En dat is ook een klein dorp. En daar waren ze gewend dat iedereen gewoon toch wel maatschappelijk wat deed voor het dorp. Om het levendig te houden. En toen wij dus naar Hoog Blokland kwamen, hadden we ook zoiets van, we gaan wel wat doen. Alleen in Den Hoorn heb ik altijd bij de tennisvereniging gezeten. Allerlei commissies gedaan, tot in het bestuur. En dat wilde ik dus absoluut niet weer, want dan ben je bezig met een herhaling van zetten. Dus we hebben gekeken, wat was er? En eigenlijk bij toeval heb ik wat gesprekken gehad, toen nog met een partij in Gieselanden. En ben ik zo in de politiek gerold. En dat heb ik met heel veel plezier gedaan in Gieselanden. En nu, sinds kort natuurlijk, vanaf maart dit jaar, bij Molenlanden. En waarom? Waarom de politiek en waarom de partij waarvoor we in zitten? Omdat we eigenlijk wat willen betekenen voor alle inwoners van Molenlanden. Iedereen moet voor ons mee kunnen doen. Dus, en dan is ook degene met een laag inkomen, moet in ieder geval een garantie hebben van eten, een dak boven je hoofd en warmte. Dat zijn wel de minste elementen die iemand nodig heeft in Nederland. Om te beginnen vind ik het lastig dat we een eenmansfractie zijn. Dus dat betekent dat je gewoon niet op andere collega's direct kan terugvallen. We hebben natuurlijk wel burgerraadsleden, maar in de raad zit ik alleen. Het tweede waarvan ik zeg van dat vind ik lastig is dat je ziet dat je gewoon een lange termijnvisie moet hebben. Je kan in de raad niet besluiten maken die gelijk ingevuld worden. In sommige gevallen wel, maar in een aantal gevallen heb je gewoon de tijd nodig. En die moet je ook hebben. Je moet een lange termijnvisie hebben om te zorgen dat je gewoon ook de komende 4 jaar zaken kan realiseren. En ze steeds onder de aandacht weet te brengen. Dat vind ik wel lastig. Het leuke vind ik wel dat je gewoon in een mooi spanningsveld zit met andere partijen, met andere visies, andere gedachten. En dat je met elkaar in de raad tot vaak eensluidende beslissingen komt.